Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Best brews at this late, the Quran, Mati Brew, Amin Shaykh. Alhamdulillah, wa kham behin, met the qaida from the Quran. The qaida betekent the basis, and the Quran is Arabic style, thus the basis from the Arabic style. We gaan beginnen met de alfabet. En zoals jullie weten dat Arabisch van rechts naar links wordt gelezen, gaan we dus beginnen met helemaal van bovenaan aan de rechterkant de eerste letter te lezen. Dus inshallah, ik ga de alfabet voorlezen, stap per stap. En jullie moeten mij goed meevolgen, goed luisteren en het ook goed herhalen. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Ba. Ta. Ta. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Za. Sin. Sheen. Sad. Vad. Ta. Za. Ain. Ain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Noon. Wow. Ha. Hamza. Ja. Dit was het alfabet. Probeer het thuis goed te leren. Per woord moet je ongeveer 10 keer herhalen. Blijven herhalen, inshallah. Jullie zullen het goed doorhebben. Op de volgende pagina staat er nog een klein beetje help, maar het is wel in Engels. Zoals jullie ziet, alif as in a lift, ba as in ba, bar. Dus als je wilt lezen, Engels kan goed lezen of begrijpen, kan je dit helpstuk gebruiken. Kun je nog meegeven dat de full mouth letters staat hierop. Dus er zijn 7 full mouth letters, namelijk de volle mond letters. Dus dat betekent dat deze letters moet uitgesproken worden in de volle mondtoestand en niet in lege mondtoestand. Wat ik juist bedoel ermee is, bijvoorbeeld de eerste letter is ga. Moet je niet als ge lezen. Dat is verkeerd. De tweede letter is dan saad. Dan moet je niet als sad lezen. Dat is ook verkeerd. Dan de derde letter is bad. Je moet niet als dad lezen. Wel bad. Dan de pa, za. Pa moet je ook niet ta lezen. Za moet je ook niet za lezen. Rein moet je niet rein lezen. Kaf moet je niet kaf lezen. Dus de volle mondtoestand geven. Ik ga weer opnieuw beginnen. Ga, sa, wa, pa, za, wijn en kaf. Staat er nog op dat similar sounds, dezelfde klanken. Alif heeft dezelfde klank zoals ayn en hamza. Maar ayn is meer van de keel gelezen. Dan heb je de ta en de pa. Is dezelfde klank. Maar ta is lege mond. Pa is volle mond. Ta is meer je tong uit. Sa is normaal zoals een S. En saad, dat is meer een volle mond toestand. Ha en ha is ook een beetje dezelfde klank. Maar ha is meer dikke gelezen. En ha is meer onder van je keel uitgesproken. Dan heb je dal en baad. Dal is normaal. Baad is dan een volle mond toestand. Dal. Dal moet je uitspreken door je tong. Tussen je tanden te leggen, dan kan je de zaal uitspreken. Zaal. Dan heb je za. Za is normaal, zoals de letter z in Nederlands. Dan heb je za. Za is de volle mondtoestand. Kaf en kaf zijn dezelfde, maar kaf is meer in de volle mondtoestand en kaf is dan in de lege mondtoestand. Dus inshallah, probeer je best om dit thuis te herhalen. Mijn tip is, voor goed te herhalen, blijf 1 letter 20 keer, 30 keer blijven herhalen. Zo ga je het beter kunnen. Inshallah, tot de volgende keer. Vergeet jullie niet te abonneren op deze kanaal. En probeer deze werk van Dawa
te verspreiden tussen jullie families, vrienden en kennissen. Of je kan het meedelen via social media websites zoals Facebook, Instagram, Twitter. En maak je kans groter om hasanaat te verdienen van Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.